Voor mensen die geen live op Facebook hebben, kunnen ze het beste gewoon een nieuwe account aanmaken. Dan krijg je op de linkerzijde van je mobieltje, zie je op een gegeven moment live staan. En daar druk je op, dan zorg je selfie of je wil het tegenovergestelde, dan kun je ook weer opdrukken. Op dat moment ga je filmen. Als je klaar bent en je bent tevreden, want mensen kunnen dus live meekijken, maar dan moet je op het knopje drukken aan de rechterkant om het te plaatsen. En op het moment dat je het hebt geplaatst, dan is het voor iedereen, je vrienden of openbaar of voor jezelf, zichtbaar. Dus dat, zo simpel is het. Ja. Voor meer informatie, Google, Ronald, lekkerding.nl.